Een hele goede dag internet, dit is Phoenix Star hier. En waar wij vandaag in terecht zijn gekomen is een gloednieuwe Minecraft wereld. Ik zit hier op de nieuwste update, update 1.15. En het leek mij wel gewoon een geschikt moment om gewoon weer lekker te beginnen. Het kanaal een nieuw leven in te blazen met deze fantastische game. We gaan vandaag een paar resources verzamelen. We gaan beginnen met een huisje te bouwen. En we gaan proberen om niet meteen in de eerste aflevering dood te gaan. Want dat is mij ook al regelmatig gebeurd tijdens het beginnen van een Minecraft-serie. Dit wordt een heel groot feest. Een nieuwe versie, een nieuwe wereld, een gloednieuw begin voor dit YouTube-kanaal. Welkom bij Star Valley. Ik ga gewoon gelijk beginnen met een beetje hout verzamelen. Want ja, dat is natuurlijk het eerste wat je doet als je in een nieuwe Minecraft wereld terecht ben gekomen. Normaal gesproken zou ik zoiets hebben van, hey, we gaan nu even de boel beginnen te verkennen, maar we spawnen nu toch in een enorm bos. Het is in ieder geval wel weer even heerlijk om terug te zijn op het YouTube kanaal. Ik heb inmiddels al iets van 4 maanden geen nieuwe video meer geüpload. Waarom ik nou eigenlijk zo lang geen video's meer heb geüpload, dat heeft een aantal redenen. En eigenlijk is gewoon de grootste reden van, ik had er gewoon simpelweg de tijd niet voor. En ik had er, om heel eerlijk te zijn, ook eigenlijk niet zo heel veel motivatie meer voor. Ik heb in de afgelopen tijd nogal het een en het ander in de planning staan. Ik heb mijn folderwijk die ik moet lopen. Ik heb een studie die er nog wel even bij komt. Want ja, ik zit momenteel op de ICT-opleiding in Hilversum, of all places. Dat is een aardig stukje ver weg van fucking Purmerend, mijn woonplaats. Dus dan zit je best wel heel erg ver stukje van je opleiding af. Dus daar ben ik gewoon heel erg veel tijd en moeite aan kwijt. Het reizen is gewoon verschrikkelijk lang. Maar ik heb uiteraard ook nog het een en het ander van school te doen. Ik heb heel veel schoolwerk wat ik moet gaan maken. Ik ben er al met al gewoon heel erg veel tijd aan kwijt. Dus ik heb er gewoon niet heel erg gek veel tijd meer voor om iedere week een nieuwe video te maken. Tenminste geen grote video's. Dat is voornamelijk het hele ding geweest voor mijn YouTube kanaal. Want ik heb natuurlijk een hele tijd geleden voor gekozen om geen gameplays meer te gaan uploaden op het YouTube kanaal. En daarmee heb ik mijn eigen gewoon echt keihard in de rug gestoken. Wat het gevolg is vervolgens dat ik totaal geen uploads had voor het YouTube kanaal. En dan is natuurlijk de grote vraag, waar blijven dan de grote, zwaar bewerkte video's? Nou, dat kan ik je uitleggen. Ik heb er eigenlijk gewoon heel weinig motivatie voor gehad om zulke video's te maken. Mijn reviews en Phoenix Talks en zo, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Maar ik heb er simpelweg gewoon de zin niet voor gehad om die video's te maken. Het zijn nogal grote video's. En er zit er nogal veel tijd in. En al. En ja, ik kan het gewoon heel lastig uitleggen. Om maar gewoon even een heel lang verhaal kort te houden. Ik heb er gewoon heel simpel geen zin in gehad om zulke grote video's te maken. Dat lijkt me nu wel duidelijk. Ik ben wel van plan om ergens in 2020, het liefst in januari, een nieuwe grote video te gaan uploaden. Waarschijnlijk een review van iets wat ik absoluut ga afkraken. Misschien wel een Phoenix Talk en al. Dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog wel even zien. Ik wil sowieso wel gewoon een grote video uploaden in 2020. Want het is inmiddels alweer zo lang geleden. Ik denk dat het wel weer gewoon even tijd wordt dat ik daarmee aan de haal ga. Dus dat is wat ik zo snel mogelijk van plan ben te gaan doen. Al met al, ik heb een aantal hele leuke plannen voor 2020. Dus dat wordt absoluut één groot feest. Maar natuurlijk is er dan ook weer al even het ding dat ik in de tussentijd geen andere video's heb geüpload. Tussen al die grote video's in. Nou, ik zou je zeggen, ik ben absoluut niet van plan om deze serie met de eerste aflevering al stop te zetten. Ik ben nu al begonnen, dus ik ga er nu gewoon lekker mee door. Minecraft, Star Valley of wat dan ook. Dit is het enige wat ik nog als daadwerkelijke gameplay video ga uploaden. En overige games, dat ga ik gewoon livestreamen op dit YouTube kanaal. Mijn kanaal is eigenlijk gewoon niet meer het kanaal voor gameplays. Dit is echt meer een kanaal geworden voor reviews en al. Dus dat is waar ik voornamelijk mijn tijd aan wil besteden op dit YouTube kanaal. En dat ga ik ook absoluut regelmatig doen.
Maar ik moet natuurlijk ook iets hebben om de leegte van het kanaal mee op te vullen. En dat is het grote probleem geweest voornamelijk. Want ik had gewoon best wel regelmatig geen inspiratie om eventjes de leegte op te kunnen vullen op mijn YouTube kanaal. En daardoor zijn er zo weinig video's online gekomen. Gewoon door een zwaar gebrek aan motivatie en inspiratie. Dus wat ga ik daar nou eigenlijk aan doen? Nou, dat is vrij simpel. Ik ga gewoon als de inspiratieloze zak die ik ben, gewoon lekker Minecraft spelen. Als vanouds toch? Ja, dat lijkt me echt een goed plan. Dit is daarentegen wel de enige let's play die ik zou gaan uploaden als daadwerkelijke video. Ik ben niet van plan om nog andere games zoals een Call of Duty of zo te gaan let's play op dit kanaal. Want 1, daar heb ik gewoon echt geen zin in. En 2, dat zijn gewoon series die het beste thuis horen in een livestream, als je het mij vraagt. Tenminste, op dit kanaal. Dus die series die behoud ik voortaan gewoon voor livestreams. Dus ja, dat is een beetje de structuur van mijn kanaal. We hebben Phoenix Talk, we hebben Point of Review en we hebben Star Valley. Dat is het enige wat er nog overblijft op dit YouTube kanaal. Nou, nu dat allemaal weer even duidelijk is, ben ik veel te gevaarlijk bezig hier al. Ik klim gelijk wel even in de bomen. Niet echt bepaald handig. Als je dat je wil overleven, dan moet je niet in de bomen klimmen. En dan moet je vooral de wolven volgen. Want daar zien we er al gelijk heen. Dat is natuurlijk hartstikke chill. Want dat betekent natuurlijk dat wij gewoon wel al eventjes een wolvenimperium kunnen gaan bouwen op een gegeven moment. Voor de mensen die nieuw zijn op dit YouTube kanaal, wil ik je eventjes van harte welkom heten. Mijn naam is Koen, oftewel Phoenix Star op dit YouTube kanaal. En ik maak gameplays, ik maak video's van cartoons en allemaal van dat soort gekke shit. Dus ja, welkom. Leuk dat je erbij bent. Abonneer je gelijk al even op het kanaal. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Dankjewel. En voor het geval dat je mij nog niet zo heel goed kent, wat ik me kan voorstellen. Ik hou van wolven. Dat is ook een beetje mijn ding. Ik hou van wolven. Dus ja, verwacht heel veel wolf talks. Nee, dat slaat echt driemaal nergens meer op. Het spijt me zeer. Maar goed, dat is ook eigenlijk gewoon mijn hele kanaal. Mijn kanaal slaat driemaal nergens meer op. En dat is ook gewoon, ja, I don't know. Dat is mijn ding een beetje. Mijn kanaal slaat nergens op. Het gaat nergens over. En we hebben heel veel plezier. Lachen, gieren, brullen. Daar komen we toch voor hier op YouTube. Inderdaad, dat dacht ik nou ook. Maar goed, ik hou dus van wolven. Dus verwacht heel veel wolven op dit kanaal. Dus ik wil heel veel wolven hebben in Star Valley. En nu komt het heel erg goed uit dat wij een paar wolven zijn tegengekomen in deze bossen. Want dat houdt namelijk in dat wij spoedig een wolvenimperium kunnen gaan bouwen. Als we een beetje botten kunnen vinden, een beetje vlees kunnen verzamelen en allemaal van dat soort gekke shit. Dan kunnen wij namelijk gewoon beginnen met ons wolvenimperium. Dus dat zou absoluut fantastisch wezen. Dan gaan we sowieso het een en het ander mee proberen te doen. Maar voordat dat zover is, wil ik eerst wel even een bed maken. Want het wordt alweer nacht. En voor het geval dat je om de een of andere reden geen idee hebt hoe dit spel werkt. Als het nacht is, dan spannen er allemaal rare beesten. Zoals zombies, creepers, skeletons en allemaal van dat soort rare shit. En dat wil je natuurlijk niet even op je dak hebben. Dus ja, daarom is een bed extra handig, want dan kun je namelijk even de nacht overslaan. Over deze geweldige game gesproken trouwens, nu ik toch even lekker bezig ben met een aantal leuke functies en zo te bespreken van deze fantastische game. Minecraft zit nogal vol met een aantal leuke features. En 1.15 is uiteraard weer geen enkel uitzondering van het brengen van hele toffe dingen. We hebben namelijk tegenwoordig bijen. En ja, nu klinkt dat natuurlijk niet heel erg indrukwekkend of zo, maar we kunnen best wel wat leuke dingetjes doen met deze bijen. Van het maken van honingdrankjes. Want ja, dat is een ding. Je kan letterlijk gewoon honing maken in dit spel. Wat natuurlijk hartstikke tof is. Honingblokken. We hebben natuurlijk de bijen zelf. We hebben honingraten. En allemaal van dat soort gekke dingen. Daar kun je heel veel leuke dingen mee doen. Er is ook een bijennest. En dat werkt als een soort, ja, redstone. Ja, hoe heet het? Een redstone. Nou ja, je kan er redstone mee activeren, zeg maar. Dus dat is op zich best heel tof.
Hoe meer honing er in zo'n bijennest zit, hoe groter het redstone ontvangst is dat erop komt. Dus dat is een best wel heel erg belangrijk onderdeel voor onder andere redstone bouwers. Als jij iemand bent die nogal veel bezig is met redstone, dan vind je dit misschien wel heel interessant. Dus ik zou zeggen, doe er vooral wat leuks mee. Nou weet ik niet zozeer of dat het bouwen van redstone machines iets is wat ik op deze wereld wil doen. Het zou eventueel wel kunnen, maar ik denk niet dat ik mijn tijd daaraan ga verdoen. Sowieso, ik ben niet zo heel erg van het bouwen van torenhoge redstone machines. Het ziet er vaak niet heel erg tof uit. En sowieso, ik ben al gewoon niet zo heel erg geduldig. Ik heb er gewoon simpelweg het geduld niet voor om hele grote redstone machines te bouwen. En als ik het dan daadwerkelijk probeer, dan raak ik op een gegeven moment gewoon mijn geduld kwijt. En dan geef ik het op een gegeven moment gewoon op. Dus ja, dat is gewoon niet iets waar mijn voorkeur naar uitgaat. Het kan natuurlijk wel en ik vind het ook zeker heel interessant om een keer te proberen. Maar mij niet gezien, weet je wel. Dus ja, verwacht vooral geen redstone machines gedurende deze survival. Wij gaan gewoon even een beetje random bouwen en we proberen er gewoon wat leuks van te maken. Niet dat ik echt de beste bouwer of zo ben, absoluut niet. Ik heb helemaal geen bouwskills of whatever. Of nou ja, helemaal geen bouwskills. Ik heb bouwskills, maar het zijn geen goede bouwskills. Laten we het daar maar gewoon even ophouden. Dat is het hele ding een beetje. Dus ja, dat is... Je komt er misschien wel achter als dat je zometeen mijn bouwkunsten ziet aan het huis wat ik momenteel aan het bouwen ben. Nu zijn we natuurlijk inmiddels ook weer aanbeland bij het saaie gedeelte van de game. En dat is natuurlijk het minen van steen. Ik weet het. Het is niet bepaald het meest interessante om te zien. Maar ja, weet je, het moet toch maar gewoon heel even gebeuren. Ik zou dit er allemaal uit kunnen knippen. Maar dan haal je toch het hele let's play aspect van de game er een beetje uit. Weet je wat bij mij een beetje het ding is? Ik ben er nooit echt een hele grote fan van geweest om let's plays te gaan editen. Een hele hoop mensen die doen het. En ik vind het ook hartstikke tof dat mensen het doen. Daar niet van. Maar ik ben er zelf gewoon nooit echt een voorstander van geweest. Want je mist her en der gewoon een klein stukje van je let's play. En ja, volgens mij zijn een hele hoop let's players het daarmee eens. Wat een hele hoop let's players die hebben er ook gewoon voor gekozen om hun let's plays niet te gaan editen. En dat is allemaal hartstikke mooi en al. I don't know, er wordt tegenwoordig van heel veel YouTubers verwacht dat ze hun video's zwaar bewerken om wat voor reden dan ook. I don't really feel like it. Ik heb niet echt bepaald de zin om heel zwaar mijn let's plays te gaan editen. Alhoewel er best wel wat geknipt wordt in deze video alleen al. En ook echt heel erg toevallig dat bij dat laatste blokje hout mijn bijl kapot gaat. Wat op zich best wel heel erg chill is, want dan kan ik gelijk een bijl maken van steen. En die gaan net even ietsjes langer mee. Dus dan gaan we deze gewoon al even gebruiken voor nu. Waar had ik het ook alweer over net? Ik heb inmiddels alweer geen flauw idee. Volgens mij iets over het editen van video's. Maar volgens mij was het niet een heel erg interessant onderwerp. Want ja, anders dan zou ik toch niet stoppen met te praten over dat onderwerp. Om het te hebben over een bijl die vervolgens kapot gaat in de game. Like, het is alweer even zo'n moment dat ik gewoon totaal geen idee heb waar de fuck ik het over heb. En dan ga ik gewoon wat random shit brabbelen. En jawel hoor, dan weet ik op een gegeven moment gewoon niet meer waar ik het over heb. En dan, ja, dat heb ik letterlijk net gezegd. Waar de fuck gaat dit over? Ik heb geen flauw idee meer. Laten we het gewoon ophouden dat deze video nergens meer over gaat. En dat is eigenlijk gewoon een beetje mijn hele kanaal in een nutshell. Het hele kanaal slaat driemaal nergens op. Het gaat helemaal nergens over. Het is gewoon mij die een beetje slap aan het lullen is. Terwijl hij gewoon een spelletje aan het spelen is. En zo af en toe heeft hij het opeens over een film die is geremaked in een of andere saaie, lege, dode ziel of wat dan ook. Of een cartoon over pastelgekleurde cartoonpaardjes. Want deze jongen heeft niks beters te doen dan het te hebben over een show met pastelgekleurde
cartoon paardjes. Oh mijn god, wat ben ik aan het doen met mijn leven? Echt helemaal niks nuttigs, want ik zit momenteel een game te spelen gemaakt van blokjes. Oké, dat is dan ook weer heel even dat. Ik hoop dat je ervan geniet, want het is niet bepaald. Ik geniet er in ieder geval niet heel erg van hoe ik mijn hele video momenteel gewoon zwaar aan het verklooien ben door gewoon allemaal bullshit te lullen en gewoon keihard in mijn microfoon te schreeuwen. Voor het geval dat je er nog niet opgevallen was, ik praat hard. Dus, ja, tenzij je dove oren wil, raad ik je aan om deze video her en der wat zachter te zetten. Want, ja, ik zei het net al, ik praat hard. Nu is het huis uiteraard al een klein stukje verder. Ik ben er redelijk goed mee aan de haal momenteel. Maar ik ben niet van plan om het hele huis meteen in de eerste aflevering af te maken. Want dan zouden we echt een uur bezig zijn. En dat lijkt me nou ook weer niet helemaal goed. Weet je wat? Ik ga gewoon heel eventjes offline verder. Ik ga achter de schermen het huisje een stukje verder bouwen. En dan gaan we de volgende aflevering gewoon lekker vrolijk verder met deze fantastische serie. Ik heet je van harte welkom in Star Valley. En echt super tof dat je er nog steeds bij bent. Na al die tijd afwezigheid heb je er toch voor gekozen om deze video heel even aan te klikken. Ben ik oprecht heel erg blij mee. Want ik had oprecht gewoon gedacht dat ik inmiddels zwaar vergeten zou zijn onder de diverse YouTubers die inmiddels bezig zijn. Maar goed, ik bedank je nogmaals gewoon voor het kijken naar deze fantastische aflevering. Als je dit nou tof vond en je wil meer zoen, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn YouTube-kanaal en klik op de notificatiebel voor wekelijks super awesome content. Ofwel een Minecraft-video, ofwel een Phoenix Talk, ofwel een Point of Review. En daarmee wens ik je nog een prettige dag verder. En ik hoop je snel weer te zien bij de volgende video. Take care and stay awesome.